Beste mensen, welkom bij een knopenvideo. Zoals ik al verteld heb in de video van de roadtrip in Duitsland, zou ik een keer de knopen laten zien om een waslijntje op te hangen. Nou, wat heb ik bij me? Ik zal eens kijken of ik het mooi in beeld kan krijgen. Ik heb paracord meegenomen. Paracord is een heel sterk stuk touw. Voor de video heb ik eventjes één uiteinde grijs gemaakt. Paracord heeft ongeveer een capaciteit van 250 kilo. Dat komt totdat hier binnenin zitten weer 7 draadjes. Dus een waslijntje. Nou, een waslijntje heeft 2 kanten. We hebben hier een boom en we hebben hier een boom. En ik begin bij die boom, bij het ophangen van het eerste stuk touw. De eerste knoop die ik ga aanleggen op deze boom, ik weet alleen de Engelse term, de E-Vank Hitch. Het is een vrij simpele knoop. Snel los te maken, maar super sterk. Goed, ik ga hem om de boom heen leggen. En leg het lange eind, dat is de andere kant van de touw, leg ik hier zo mijn hand. Deze leg ik hier een keer omheen en ik doe hem zo. Dus, nog een keer terug. Ik leg hem eromheen. Op mijn hand. En zo. Vervolgens draai ik en ga ik eigenlijk met mijn duim hier doorheen en pak dit stukje touw en trek dat aan zo. Dus ik laat het nog een keer zien. Het eerste stukje doe ik even snel, hè, want dat hebben we nu al wel gezien. Dus ik doe hem zo en vervolgens pak ik hem hierdoor. Als ik dit goed aantrek, dan zit die knoop echt vast en kan ik het touwtje nog schuiven. Het voordeel daarvan is, als ik hem nu schuif, is die strak. Ik kan hier gewoon aan gaan hangen met mijn hele gewicht. Maar als ik hier het gewicht ophaal en ik trek hier aan, is die open. Nu even mijn snelheid. Ik leg hem eromheen. Ik pak hem. Ik trek hem er doorheen. Trek het knoopje trek ik aan. Vervolgens heb ik hem zo en zit hij vast. Dan gaan we nu naar de andere kant. Nou, ik ben inmiddels bij de andere boom aangekomen. Ik heb hier het andere uiteinde van de touw. Die E-Vank Hitch zit aan die kant. Ik ga deze er een beetje losjes omheen leggen. Maar het belangrijkste is deze knoop die ik hierin ga maken. Dus ik heb hier hem om de boom gelegd en we gaan verder met deze knoop. Dus ik ga hier nu dat lusje maken en dat is eigenlijk een heel simpel lusje. Richting E-Vank Hitch, richting die andere boom. En dit is het touw wat ik eromheen gedaan heb. Daar doe ik nog even helemaal niks mee. Dus ik heb hier dat knoopje en ik maak zo'n lusje. En vervolgens pak ik dit stukje draad en trek ik dat erdoor. En dan ontstaat er een lus waar ik aan kan trekken. Gebeurt dat niet, heb je de verkeerde lus gemaakt. Dus ik doe het nog een keer. Ik leg hem bovenheen. En ik ga hier eronder door. Dan heb ik een lusje. Nu wordt het lusje gemaakt. En dan ga ik dat uiteinde van de draad ga ik door dat lusje doen. Het uiteinde van de draad doe ik er doorheen. En vervolgens blijf ik aan het uiteinde van de draad blijven trekken. Dus er ontstaat vanzelf een heel strak touw. Ik kan dit, doordat het paracord is, kan ik dat goed aantrekken. En ik kan er bijna een pianosjaal maken. Nou, ik heb hier nog steeds het draad strak. En wat ik nu doe, knijp ik dit lusje met de hand in. En vervolgens maak ik een lus en trek dat draad er doorheen en trek hem aan. En that's it. Dus ik zal dat nog een keertje herhalen. Ik heb hem strak. Deze lus die knijp ik. Ik knijp dat hier in. En dat moet je behoorlijk hard knijpen. En vervolgens maak ik een lusje. En ik trek hem aan. Het geheel is nu klaar. Ik kan voor de zekerheid kan ik nog zo'n tweede lusje maken. Die leg ik dan hier zo aan. Maak je iets anders dan een waslijn. Maar je wil zeker weten dat het 's nachts niet los gaat. Zeker nu losgetrokken wordt, kan ik hier nog een stok tussen doen. En vervolgens trek ik dit aan. En dit knoopje, dit lusje, kan hier nooit uit zolang dit stokje hier zit. Nou, de waslijn hangt. Tijd om de was op te hangen. Nou, wasknijpers kun je in principe ook zelf maken. Moeder Natuur, daar zijn ze volop aanwezig. Maar dat laten we nu even niet zien. Als de was droog is, dan gaan we de waslijn opruimen. Dat laat ik ook nog even zien. Het stokje zit er nog tussen. Nou, dat kun je in principe zou je dat zo naar je toe kunnen trekken. En dan kun je hem eruit halen. Mocht dat nou niet lukken,
Doe dan niet moeilijk en breek het stokje door midden. Dan hou je dat lusje over en dat lusje dat trek je gewoon aan. Belangrijk is nu wel dat je dit draad er eerst helemaal netjes uithaalt. Nou, als je dat gedaan hebt, dan heb je weer deze lijn. En dan trekken we hier gewoon even aan. En weg is de lus. Nou, ik heb inmiddels het touw van die boom heb ik allemaal opgeraapt. Dus het is nu tijd om naar deze boom te gaan, waar de event hitch zit. Het enige wat ik met de event hitch hoef te doen, is te trekken. En hij is open. En dan hou ik nog een hoopje touw over. Nou, daar ga ik ook netjes opruimen. Dat wil ik jullie ook even laten zien. Ik heb hier het hoopje touw. Maar dat laat ik voor het gemak even vallen. Ik heb hier het uiteinde waar ik mee wil beginnen. En wat ik doe is, ik leg dat eigenlijk zo in mijn hand. En ik doe dat gewoon zo eromheen wikkelen. Nou, dat gaat misschien te snel. Laat ik het nog een keer zien. Ik pak hem als het ware zo beet. En achter mijn middelvinger, voor mijn ringvinger langs en achter mijn pink maak ik een rondje. En ik ga zo door. En dan ontstaat er vanzelf een lus. Nou, zit er een krul in de draad, dan moet je dat een beetje bij gaan werken. En zo maak je als het ware de hele draad, rol je netjes op je hand. Nou. Als je dan bijna aan het einde bent, dan komt de magische knoop die ik even in detail wil laten zien. Nou, ik heb inmiddels een mooi opgerold en ik haal dat knotje haal ik van mijn hand af. En ik heb nog een heel klein stukje touw heb ik over. En dat ga ik eromheen wikkelen. En hoe mooier ik dat doe, hoe ik kan het strakker doen. En ik hou op een gegeven moment ook een heel klein stukje over. Nou, wat ik doe is, ik leg mijn duim eronder. Vervolgens ga ik met het uiteinde, ga ik hier doorheen, maar niet helemaal. Ik trek hem iets aan en vervolgens haal ik moet ik hem iets helpen, haal ik een mooi knotje over. En dit knotje bewaar ik weer voor de volgende keer. Dit was de knopenvideo voor je waslijn. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe me een like en een subscribe. Je commentaar onderin hoor ik graag wat je van de video vond. En mocht je andere knopen willen zien, zet het daar gewoon neer. Dan ga ik dat samen met mijn zoon, de cameraman, in beeld brengen. Bedankt voor het kijken.